heb hier meneer en mevrouw Buggenum, die hebben een bijzonder verhaal te vertellen. Wat, misschien mag ik met meneer Van Buggenum beginnen. Wat hebt u met de reanimatie estafette en met reanimeren te maken? Wat is uw betrokkenheid? Nou, het is nog bijna 4 jaar geleden dat mijn vrouw thuis een hartstilstand kreeg. En samen met mijn zoon heb ik haar gereanimeerd. En dat is succesvol geslaagd. En mijn zoon heeft daar ook een behoorlijke rol in gespeeld. Ja. En hij had net een maand van tevoren de reanimatiecursus gehad op de school. En ja, hij zag heel goed hoe dat moest gaan en heeft daar goed bij geholpen. Dus de meneer Van Buggenum heeft zijn echtgenoot samen met de zoon, die het 3 weken van tevoren had leren reanimeren, heeft ze het leven van zijn vrouw en zijn moeder kunnen redden. En hoe gaat het nu met u, mevrouw Van Buggenum? Het gaat met mij hartstikke goed, gelukkig ja. Maar. Ja, dus u hebt dat heel goed overleefd? Ja, heel goed. Ik heb niks overgehouden. En dat is alweer 4 jaar geleden? Nou, december, 4 jaar geleden. Ja. Ja, dus u bent een jong iemand, een vrouw, van wie je juist niet verwacht dat ze een hartstilstand krijgen. En toch gebeurde dat bij u? Ja, ja. Ik had nooit gedacht dat ik het zou krijgen. Nee. Maar ja, helaas wel. U zat op de bank thuis? Ik was aan het slapen op de bank in de kamer. En toen zei mijn man van, je bent een snurken. Ja, toen was ik weg. Dus het begon met snurken. En dat is vaak de eerste tekenen van een hartstilstand. Dat iemand abnormaal begint te ademen. En dat is opvallend. U herkende dat als iets abnormaals. Ja, ik heb vanuit het werk als BHV'er heb ik ook de opleiding reanimeren gehad. En dan herken je dat geluid gewoon. En dan denk je van, nou, dan moet ik wel wat gaan doen en kijken wat er aan de hand is. En ja, al heel snel bleek dat het een hartstilstand was. Dus meneer is zelf vanuit de bedrijfshulpverlening kon hij reanimeren. En de zoon had het gelukkig op school geleerd, had reanimatieonderwijs op school gehad. En u kon dus als getuige meteen beginnen te reanimeren. En dat geeft de beste overlevingskans. Hoe lang hebt u in het ziekenhuis gelegen? 14 dagen. 14 dagen. Ja. Dus na 14 dagen was u eigenlijk gezond weer thuis. Ja. En sindsdien kunt u alles weer normaal doen? Ja, ik werk gewoon in het ziekenhuis in Sittard. U werkt in het ziekenhuis in Sittard. En ik heb nog een vraag voor u als degene die meteen begon met reanimeren. Kwam er nog hulp opdagen? Je hebt niet helemaal zo'n tijdsbesef, maar ik schat dat binnen een minuut of 3, 4 de vrijwilligers uit het dorp verschenen met 3 man sterk. En die nemen dat dan over. En dan ja, ben je wel eventjes, heb je een moment ja, voor jezelf. Maar, en met een minuut of 8, 9 denk ik ook dat de ambulance er was. En die hebben uiteindelijk de AED aangesloten. Ja. En die hebben 2 schokken toegediend voordat ze weer zelf voldoende hartritme had om door te kunnen gaan met de behandeling en opname. Dus gelukkig kwamen er ook binnen een paar minuten burgerhulpverleners. Die waren opgeroepen via de centralist. En de ambulance was gelukkig ook heel snel ter plekke. En die heeft dus de defibrillatieschok gegeven. En dat is weer een bewijs dat hoe belangrijk het is om de borstcompressies te doen en de beademing, waarmee je dus de bloedsomloop heel lang goed kunt houden voordat de defibrillator komt. U ziet er heel gezond uit allebei en ik vind het fantastisch dat dat zo is gegaan. Er zit een geluksfactor in. Wat wij willen is die geluksfactor zo klein mogelijk maken. Als iedereen kan reanimeren, dan kunnen veel meer mensen dat gezond overleven. Dank u wel.